Kijkers, op 23 maart 2019 viert Stichting 1 voor 12 haar 14-jarig bestaan. In het kader daarvan doen wij een update van de recente verworvenheden van 1 voor 12 en ook nog de voornemens op kort termijn. En dat hoort u bij monden van 1 voor 12 directeur Louis Vismalen in gesprek met Carlos Pinas. Laat me op de eerste plaats directeur Maren Oosterling bedanken en onze vice-president Ashwin Nadine, die ervoor gezorgd hebben dat Seonadan nu drinkwater heeft. Het heeft wel een tijdje geduurd dat hij zonder water, ik denk dat hij langer dan 30 jaar daar gewoond heeft, zonder drinkwater. En toen wij betrokken zijn geweest met de case waar bij zijn zoon in een aanrijdende situatie is beland, hebben wij ook gemerkt dat ze bij buren water namen. En ik vond het een beetje onmenselijk dat op en neer over de schutting te gaan, hier en daar water te zoeken. En ik heb een brief gericht naar SWM, directeur Maren Oosterling. Ik heb een brief gericht naar de vicepresident. En zo hebben wij dit kunnen bewerkstelligen, dat hij vandaag de dag goed drinkwater heeft van SWM. We kunnen zelf een glaasje water daar bij de familie Seonadan drinken nu. Ja, sowieso heeft die drinkwater. Alleen moeten ze zuinig zijn, want niet wanneer de rekening hoog is, gaan ze bij 1 voor 12 komen, dan gaan we wel niet meer inspringen. Want wij hebben al genoeg voor ze gedaan, vanaf de zoon betrokken is geweest bij een verkeersongeval tot SWM. En dan hebben we de zaak Seonadan afgesloten. VP, dank u, RFVP. En meneer Oosterling, ik dank u hier en meneer Vismalen. Ik bedank meneer vicepresident dat hij water voor ons open heeft gemaakt. Familie Karamat, voor die familie heeft 1 voor 12 een huis gebouwd. De familie woont er al in, inmiddels al voorzien van stroom. Maar toch hebben de mensen een stroomtoevoersprobleem gehad de afgelopen tijd. Ja, enigszins ben ik wel een beetje teleurgesteld. Laat me er dit van zeggen, we hebben door de tussenkomst van een donateur een splinternieuwe woning voor meneer Karamat en gezin gebouwd. Om zijn erf te verhogen hebben we ook daarvoor ondersteuning van onze vicepresident gehad. Het is bijkans 5 maanden dat hij is aangesloten op elektriciteit net van EBS. Maar wat schetst van de verbazing is dat hij een torenhoge rekening heeft opgespaard van bijkans 800 zoveel SRD. Hij zegt tegen mij dat hij de kennisgeving nooit heeft gehad. Daarop hoef je toch niet te wachten tegenwoordig? Denk ik ook. Ik denk dat als je met je ID-kaart en met je meternummer zou gaan, dan zou dat gecoverd moeten zijn. Ik wil iedereen bedanken. Ik wil u verzoeken, meneer Vismalen, als u kon me helpen met deze stroomrekening, omdat vanaf volgens mij heeft mijn wederhelft wel een vaste band. Dus dan kan ik de rest elk man zelf betalen, alsjeblieft. De kinderen hebben mij gesmeekt, meneer Vismalen, we zitten in het donker. En de kinderen zijn schoolgaand. Ik ga dit niet zo laten, om de kinderen heb ik het gedaan. En toen hebben wij van 1 voor 12 besloten om de stroomtoevoer te betalen. En dat hebben wij terstond gedaan. En nu is hij voorzien van elektriciteit. Maar ik moet ook gelijk hierbij dit vermelden dat wij de case Karamat ook bij deze afsluiten. Dat hij sowieso eigenlijk zelfstandig voor zijn kosten moet gaan zorgen. Wij hebben hem veel geholpen. Die 2 jaar in andere mensen ook. Maar vanuit ons gedeelte stoppen we met het ondersteunen. Ik hoop dat hij begrip voor zal opbrengen. En laat mij ook iedereen bedanken die erbij heeft geholpen vanaf de bouw van Karamat. Ja, ik hoor u zeggen dat we de ronde verder moeten maken. We moeten verder gaan naar de andere probleemgevallen. Eén zo'n probleemgeval is van meneer Santu, die een ingreep moet plegen. Er moet een ingreep gepleegd worden bij meneer Santu, maar financieel zit hij krap. Hoe kan 1 voor 12 daarin spelen? Laat me u corrigeren. Santu is ondertussen al geopereerd. Meneer Santu, ja, meneer, hoe is de operatie gegaan? Ja, voorlopig gaat goed hoor. Goed. Beter nu? Ja. Maar het is pijn, man. Ik heb pampers voor die gebracht. Ik heb een kleine financiële ondersteuning voor die gebracht. Dat je een beetje
een paar dagen ermee heen kan. Het gaat heel goed met Santu. Santu is al een paar weken thuis. Alleen is hij nog zwakjes. En wij hebben vanaf een bed, voedselpakketten, zelf ook. Een financiële ondersteuning hebben wij laatst gegeven. Dat is meer richting dat zijn vrouw ook kleine dingetjes kan kopen voor meneer Santu. En we hebben een toezegging gedaan voor meneer Santu dat hij regelmatig 1 voor 12 brood kreeg. Tot aan huis geleverd. Het dakloze probleem is nog steeds een van de dingen waarvan 1 voor 12 zijn hoofd buigt. Hoe zit het daarmee, het dakloze probleem? Is er ergens licht in die tunnel voor de daklozen? We hebben in verband met de Ramadan maand hebben we 30 dagen lang aan de waterkant gestaan. Hebben we een hele project georganiseerd met daklozen. We hebben 5 tot 7 daklozen uit het systeem gehaald. Maar ja, 6 van ze zijn teruggevallen. We zijn bezig met eentje nu. Als hij tenminste wil. We hebben afgelopen dagen ook in verband met een jarige. Mijn oma is 85 jaar oud geworden, oma Piet. En zij heeft een donatie aan 1 voor 12 gedaan. En zij zegt tegen mij, meneer Vismalen, mijn wens is, geef de daklozen wat eten, drinken. En het andere deel van wat ze gedoneerd heeft, houden we voor ons viering 23 maart. En zo zijn er mensen die ons ondersteunen. Maar het is nog niet genoeg wat wij allemaal nodig hebben. Ik mag je vertellen, we hebben zeker meer dan 50 mensen dagelijks die hier op ons kantoor komen met allerlei problemen. Je moet uitrijden, je moet naar Nigeria, je moet naar Koronika, je moet naar Para, je moet naar Kamerwijn. Dus je reist van de hak naar de tak alleen om de mensen te helpen. Wij zijn er om de mensen te helpen. En ja, dat is onze roeping en we gaan ervoor. We blijven de mensen ondersteunen tot waar we kunnen. Op 23 maart bestaat 1 voor 12 14 jaar. En we weten dat 1 voor 12 deze dag nooit ongemerkt voorbij laat gaan. Er zijn financiën nodig voor de viering van dit feit. Meneer Vismalen, hoe staat het met de donaties? Er is eerder in een eerdere uitzending is gevraagd om dit financieel te ondersteunen. Hoe staat het komende gelden binnen? We krijgen hier en daar ondersteuning vanuit Nederland op ons ING-rekening. We hebben lokale donateurs. Gisteren hebben we gestaan voor VCB met onze geldbussen en onze warme broden. En zo gaan we dit elke zaterdag doen voor VCB vanaf 7 uur 's morgens tot 1 uur 2 uur 's middags. Alleen dat de mensen ons kunnen herkennen en wat kunnen doneren. Als u zich geroepen voelt om wat te doen voor 1 voor 12, kunt u ons bellen. U kunt contact maken met ons. U ziet onze rekeningen in beeld. Als u wat wilt doneren, bent u vrij daarin. Wij willen op 23 maart een goede samenstelling hebben met alle mensen die wij in het verleden hebben geholpen. Willen we daar zien op onze locatie waar we het gaan houden. En we willen de mensen een leuke dag geven. We willen niet terugdenken dat ze in een probleem waren. We willen ze een feestelijk dag laten zien.